Training een beetje fijne jaarwisseling gehad? Ja, heel goed, goed uitgerust, leuke dingen gedaan. Met frisse moed nu richting een nieuwe uitdaging in 2019. Ja, je komt net uit de sportschool. Moesten de kerstkilo's eraf? Nee, ik heb daar, ik heb daar geen last van. Gelukkig niet. Nou, klein werk zeg maar. Wat heb je tijdens de vakantie allemaal overdacht? Ja, kun je mij eens meenemen? Je zit dan uh, een beetje te filosoferen over wat 2019 gaat brengen. Neem mij eens mee in die gedachten. Uh, nou, in eerste instantie uh, losgekomen van, uh, van, uh, ja, van drukte en hectiek. Hè. Want die hebben we eigenlijk meegenomen vanuit uh, de zomer, zomervakantie. Zeg maar. uh, en daarna uh, dan ga je gewoon uh, voor jezelf uh, ja, dingetjes op rij zetten en uh, hoe is het allemaal gegaan. En... Ja, wat, 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 waar was je tevreden over, waar niet, en, uh, ja, en hoe wil je het anders doen. Uh, nou, laat, laat ik het zo zeggen dat, uh, dat ik vind, wat ik ook aan, aan het eind van het seizoen zei: dat ik vind dat we uh, ja, toch uh, te vaak verloren hebben. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, ja, daar heb ik toch moeite mee. Zeg maar. En uh, ja, dat willen we gewoon uh, gaan reduceren richting het tweede deel van de competitie. Ja. Dus dat is de eerste gedachte die bij me opkwam. En ja, dan vervolgens ga je nog nadenken over andere dingen. Maar goed, dat is dan wel secundair. Ja, uiteindelijk uh, hebben jullie gewoon een goede maand december gehad. Ook uh, met goed voetbal geëindigd. Uh, de meeste spelers zijn aan boord. Spelers geraken weer fit. Uh, is dit dan wel een heel ander moment dan dat je uh, ja, van de zomer uh, moest beginnen? Dit, dit voelt toch als een veel fijnere start? Ja, helemaal mee eens. Uh, klopt. Het voelt ook zo. En, uh, ja, en dan hoop je dat je gewoon zeg maar, het gevoel. En, uh, dat de ritme van de maand december ook meeneemt uh, naar januari toe, Nou goed, we hebben een break gehad. Uh, dus het, iedereen is eigenlijk uh, ja, fris en uh, vrij te teruggekomen. Dus het is goed om te zien. Uh, ja, en hoe we dat gaan aanpakken uh, richting NWW, ja, dat, dat moet nog blijken natuurlijk. Uh, maar dat gaf, dat gaf wel eigenlijk goed gevoel en dan uh, hoop ik dat we dat gewoon uh, kunnen herhalen. Hoe zie jij die, uh, die titelstrijd in die eerste divisie? Uh, we doen een heleboel ploegen mee. Uh, ja, wat zijn je gedachten daarbij? Nou ja, je ziet wel dat de boel zich steeds meer uitkristalliseert. Vier, vijf teams die wel ja, voortdurend daarboven in uh, verblijven en, uh, en elkaar afwisselen als koplopers. Nou, wij net niet, zeg maar, maar wel daar heel uh, dichtbij zijn. Uh, ik denk dat dat het groepje is van vier, vijf teams die, uh, die het uiteindelijk gaan uitmaken wie het gaat uh, worden. Uh, en ik denk dat het ook een uh, spannende strijd blijft uh, tot het einde. Je ziet wel dat de competitie vrij onvoorspelbaar is. Uh, dat echt ieder van ieder kan winnen. Uh, dan zag je ook een uitslag in de laatste ronde. Ook. Uh, dus ja, ik denk dat uh, de team uh, die het meest constante blijft en consistent is uh, uh, tot het einde ook een meeste kans gaat maken. Nou, hoe zorg je dat jullie constanter worden? Uh, dat is een goede vraag. Uh, juist wat ik net aangaf met het eerste punt uh, dat ik vind dat we, ja, kijk, dit is een competitie, dus je kunt een wedstrijd verliezen hier en daar uh, daar niet van uh, maar ik, ik, ik vind dat we dat moeten uh, serieus en zwaar reduceren ik, dat, dat moet gewoon uh, veel minder worden vind ik uh, en dat is alle constanten uh, die je dan meeneemt ook ten aanzien, ten aanzien van een aantal punten die je dan ook uh, kan hebben en moet hebben uh, ja, en dan nog stabieler tijdens het spel te zijn, vind ik. Hè. Want we hebben veel oscillaties in de wedstrijden gehad, waar we zeg maar, een goede en slechte momenten af, afgewisseld hadden. En daar willen we nog meer stabiliteit in uh, proberen te brengen. En dat begint altijd met een goede organisatie, met een uh, vastigheid in, in dat stuk en uh, in het uitvoeren van de uh, taak. En dan vervolgens uh, hoop je ook een vervolgstap te maken richting, uh, richting aanvallende gedeelte. Nou, op die manier uh, meer stabiliteit te krijgen en uh, ja, minder punten laten uh, verspillen. Ja, um, er moet ook wel wat bijkomen, um, Wordt dan gezegd, hè, er wordt al veel over gesproken. Uh, van Leo is al voor de camera verschenen. En je hebt al gezegd van ja, in elke linie zou ik wel verfrissingen willen gebruiken. Maar als jij nu uh, echt aangeeft van ja, die positie wil ik specifiek uh, wel uh, versterkt zien worden, uh, waar hebben we het dan over? Nou, kijk, in eerste instantie heb ik, heb ik het in algemeen gezegd. Uh, wat, ja. wat voor ons stelt voor alle andere teams. Uh, je bent altijd op zoek naar, naar verbeterpunten. Er naar... zijn ook trainers die, die het niet willen hebben. Uh, maar dat kan, hè. Ja. dat is ook een onderdeel van visie. Uh, ik heb het gezegd dat het uiteindelijk ook een. Uh, ten aanzien van groepsdynamisch proces ook goed kan zijn: dat je dan even, even een nieuw impuls krijgt. Uh, waarom? Omdat iedereen dan op, op een gegeven moment ook op scherp staat hè. en iedereen weet van hé, hey, er komt er een nieuwe impuls erbij, dus dan moet je ook meer gaan doen. Uh, en, et cetera. en aan de andere kant, te, tegelijkertijd zeggen: oké. Okay, uh, de weg die we ingeslagen zijn in de afgelopen maanden en hoe we daarmee bezig zijn geweest uh, met deze selectie is ook prima. Weet je, die jongens hebben keihard gewerkt, etcetera. maar neem neemt niet weg dat je ten alle tijden, vind ik, als zelftal of als club zijnde, uh, op zoek moet gaan naar, uh, naar verbetering. Nou, dat verrast me toch voor een uh, conservatieve man die al 25 jaar getrouwd is, uh, die dan toch redelijk standvastig is. Want het kan ook zorgen voor onrust. Uh, stel dat jullie een nieuwe spits halen, ja, dan moet die wel heel veel beter zijn dan Oosterwijk of Tomboeren. Ja, maar ik heb het ook, als we daarover praten, over aanwinsten, heb ik het eigenlijk over een significante verbetering van. En niet uh, in de breed. Dus uh, als we echt iets gaan doen, dan moet het echt dus daar nog beter zijn. Of we denken, oké, okay, uh, is dat binnen een mogelijkheid? Oké, okay, dan moeten we het gaan doen. Simpel, ja, ik bedoel, uh, dat, dat doen alle anderen, denk ik. En uh, dat moeten wij ook gaan doen. Maar even maar, maar... concreet, over welke posities hebben we het? Nou, ik heb, ik heb het niet echt serieus. Ik heb het niet per se over kom, uh, positie. Kijk, als ik op het moment dat. Ik positie, wel, dat weet nou, ik weet je. Als ik het over posities heb, dan uh, zou dat specifiek betekenen een positie. Kijk, en sommige spelen zijn uh, breed inzetbaar, of multifunctioneel inzetbaar. Soms kun je misschien een middelveld halen die misschien nog meer bijdraagt aan het aan, aan, aan aanvallende spel, mm -hmm. Dus het is niet echt per se uh, uh, positiespecifiek uh, gericht. Maar het is meer specifiek gericht op, op, een, op een type speler die je dan nodig hebt. Op, op een scoringsvermogen, op creativiteit of iets in die trend. Eh, dus het hoeft niet per se echt positiegebonden te zijn. Ja, maar... Ben je het wel met me eens dat je toch wel wat ook van die creativiteit en doelpunten mist? Want uh, je hebt ook niet middenvelders dus, uh, die, die ja, tien goals uh, per seizoen maken. Nee, maar dat klopt. Dat is, een, dat is een juiste constatering. Dat klopt. Heb ja. Ja. nog wat toe te voegen zo aan het begin van dit uh, kalenderjaar? We gingen het jaar uit met zo'n mooie, pathetische boodschap van je. Dus misschien uh, wil je ook nog wat, wat stichtelijke woorden zo aan het begin van het nieuwe jaar. Uh, nou, pathetisch ga ik niet doen. Maar uh, in ieder geval dat, dat we echt uh, met volle moed vooruit gaan. En uh, hopelijk uh, resultaten en het gevoel uh, vanuit december meenemen richting maand-januari. En uh, de juiste voorwaarden weer gaan creëren in uh, dat deel van de competitie. Om, uh, om uiteindelijk. Uh, ja, Zolang mogelijk en, uh, concurrenten zijn uh, voor de bovenste plaats. En uh, dat willen we wel graag. Gaat Twente promoveren? Dat weten we niet natuurlijk. Dat zou ja, te makkelijk zijn om iets over te roepen. Maar dat wij dat willen, dat, dat, staat, gewoon, uh, uh, ja, dat staat gewoon vast. Dat willen we wel graag. En daar gaan we ook een keer alles aan doen. Succes. Dankjewel.